Dag mensen, terug met UX Freaken. We zijn nu op een verlaten locatie, hier in België. Een soort jachthuisje of verlaten salet in de bossen. Staat leeg sinds 2009. Er was nog camerabewaking in 2006. Maar binnen niets van camera's niet meer gevonden op deze locatie hier. Ze zijn echt waar, het is een echte prachtige unieke locatie. Alles is aanwezig, zowel de stoelen, tafels, tot het kookfornuis en de houtstoof waar ze mee de boel, de soorten chalet, verwarmden. Dus zeker een duimpje omhoog, het einde van mijn video. En dan gaan we een keer een kijk nemen. Let's go! Hier met Urbex Freken, weer met een nieuwe aflevering van een verlaten chalet dat leeg staat sinds 2008. Wat er nog camerabewaking in 2006 was, maar er is geen camerabewaking meer in deze chalet. Ga ik hier kijken nemen. Hier sta ik nu in de keuken, hier zie je dan gelijke potten en dat dan nog aanwezig zijn. Een houtkacheltje en hier ook nog wel gelijke potten met soort suikerbonen en koffiebonen, nog gelijke pannen. En hier hebben we dan een oventje met een theeketel op. En dat was zeker voor water te pompen naar boven. Hier hebben we de pompensteen in marmer afgewerkt. Daar zie je dan allemaal gelijke keusproducten staan met een spiegel. En ook nog bepaalde glazen van waar je eventueel kan bier in doen, lege flessen, de nasbak. En hier komen we dan in de living terecht. Hier zien we dan een kast met allemaal gelijke serviesborden aan de muur. En dan ook nog de koning dat hier op staat. En bepaalde dingen nog, een soort van die bloemstukken. Hier hebben we allemaal gelijke glazen en nog bestek hier in deze schuiven liggen. En hier ook serviesbordjes met nog tassen en melkkannetjes en zelfs nog een potje suiker. Echt prachtig afgewerkt in het hout. Dat kan je zien ook aan deze mooie structuur van het plafond. Echt wel mooi gedaan. En hier hebben we dan de stoof waar dat deze salé weer mee opgewarmd. Ga je dan hier een hendeltje nat voor de stoof open te doen. En kijk, er zit nog allemaal gelijke papieren in en daar ligt een blaadje van camerabewaking. Hier had je dan de zitruimte waar je kon zitten. Wel prachtige stoelen in het goud afwerkt met kussens met motieven van bloemen op. En hier had je dan een soort
bak. En ik kijk naar wat er hier in zit. Allemaal hout en kranten. En check dat, kijk. Hoe prachtig is dat? Mooi afgewerkt in het goud. Ook weer servies en bordjes. Er staat een foto met een kat en een hond. En ook wel weer feestelijk, lekker kerstdag. Dingen dat ze zelf gemaakt hebben. En daarop met dan de open haard. En hier een tafel waaruit dat kost aanzetten. Maar zo zie je, zijn hier al mensen in binnen gedrongen. Dat die al binnen gezeten hebben. En hier had het dan een lichtstoel. Dat je kan gebruiken aan het strand. En hier ook dan weer een mooi bordje servies. Afgewerkt met een blauwe rand. En met het motief van een bloem. En nog gelijke kadertjes dan hier nog staan. En hier hebben we dan ook nog een mand waar dat er hout kost in doen. Ik, en daarom het plaatje camerabewaking. En kijk hier, de natuur begint al deze chalet over te nemen. En daar gaan we dan nog van die bokkenpoten waar je iets kan je jas aanhangen ofzo. En ook weer wel weer een mooie schilderij aan deze muur. En kijk naar de luister. Hoe origineel. Gewoon met takken gemaakt. En met showcase. En gewoon de showcase gespoten voor verlichting. En hier op een vrij mooie lange tafel. Dat versiert ze met dennenappels en kaarsen. En ook nog gelijk andere spullen dan op tafel staan. Waar je dus met je familie kost aanzetten en genieten. Van een lekker gerecht of zo. Ik zie nog een tijdschrift dat hier ligt van 1991. En je hebt dan ook allemaal nog tafels hier met mooie stoelen in het goud gemaakt, afgewerkt van zitting in het leer, met allemaal vastgenageld aan de buitenrand en ook met een handvaatje van boven op de leuning. Hier hebben we dan nog weer borden, weer mooi afgewerkt met bepaalde rozen. Dat is echt wel prachtig. En hier dan ook nog een tafel, dat je zou kunnen zien, en een mooie houten vloer. In deze tijd dat dat hier bewoond was, of een vakantiehuisje was, echt wel prachtige vloer geweest zijn. Hier hebben we dan nog een kast met gelijke glazen, dat zou je kunnen zien. Zo een glas voor soepleer in te doen. En dan in deze kast ook hier nog gelijke spullen. Gaan we nu eens naar de keuken. Waar je dan hier kost zitten. Ook om te eten met allemaal kapstokken aan deze houten muur. En ook hier een matje voor de kaarten. En hier hebben we dan nog een kalender hangen van 1989. En ook weer een lavabo met een spiegel. En een zitbankje gemaakt van poten met hout. Hier hebben we de plonkas dat niet meer actief is. De plonsboven zijn niet meer actief. Maar de zwarte kast is wel nog in werking. Raar om deze locatie zo te ontdekken. In deze mooie bos, kijk. Volledig. Allemaal met bomen en rondom is er een heel bos. Er is voor haar hier te graag moeten zeker al minstens een uur wandelen. Ik ga nu een keer kijken hier op mijn bergruimte. Waar dan er nog laarzen staan, nog lint hangt. En ook nog gelijke spulletjes, bloempotjes. Ik en hier heb je dan boven, kun je het al zien. Dat is de trap. Naar de slaapkamers en naar de badkamer. Gaan we dus een keer naar boven gaan. Ook wel weer mooi. Deze trap. Ook in het goud afgewerkt. Zelfs de platen weer. Is ook weer mooi afgewerkt. De vloer ook. En deze prachtige plafond. Is wel echt wel prachtig gedaan. Hier hebben we dus de badkamer. Met een soort lichtbad. En een kast waar je kleren kost in ophangen. En nog een barbecue. Dat in de badkamer staat. Normaal de badkamer niet gehoord. Nog een houten kast.
een toilet en dat is een voetbadje. Vroeger moest je voeten daarin en kost je dan zo makkelijk je voeten wassen. Ook wel weer met prachtige spiegel. Daar ook, een vrije prachtige spiegel. En hier heb je dan de lavabo. Ook simpel weer van afwerking. Gewoon een stuk bianpapier. Vast, met dumme spijkers in het goud. En dan had het met motieven op en dan had het ook wel iets moois. Dat ligt daar in de hoek. Is ook wel prachtig. En ook oude stoelen dan geschilderd zijn. Dus hier hebben we slaapkamer 1. Dat is een soort bokspring. Dat je kan zien. Met een matras erop van boven. Het lijkt hier zo net of dat die bed gedekt is. En hier, kijk, het plastic is nog rond de matras zelfs. En een ijzeren stoel, dat hier nog staat. En een oud tafeltje met een fles waar dat er een hondje op staat. Ook wat we hier hebben gezien, weer mooi afgewerkt. Met kapstokken waar je bewaarkost aanhangen. Of een handdoek, die dat nu hier is. Misschien dan een slaapkamer 2. Met zetels, een leder interieur. Zetels, dat van het leder afgewerkt is. Hier ook nog een zetel, ook in het leer afgewerkt. En hier had een bed staan, een soort kinderbed. En dan had hier een kastje waar je gelijke kleren kost inhangen. En dat is zoiets dat je kost voorzetten als je wil gewoon kleden. En hier ook, en hier hebben we ook een kastje, een houten kastje, ook waar je nog kleren kost inhangen. Echt wel een prachtige locatie deze, dat we gevonden hebben in de bossen. Dus hier hebben we de derde slaapkamer met een ijzeren bedden, ook met matrassen op en ook wel weer mooi afgewerkt. Hier is in het geel, dan in het groen en hier had een soort nachttafeltje, maar het is een hoog tafeltje. Hier ook weer een oude tafel met een soort van waar je bloemen kost inzetten. En ook met een lavabo, ook wel weer mooi afgewerkt met dat bianpapier. En een mooie zetel, ook wel afgewerkt in het leer, maar die is redelijk kapot gemaakt. Dus hier hebben we dan slaapkamer 4. Ook weer met een ijzeren bed, met zilver of hout afgewerkt. En een vrij prachtige stoel, met een mooie bankje. En een kast waar je je kleren kost inhangen. Dus hier in mijn slaapkamer 5. Met een mooi groot bed. En een zetel in het stof afgewerkt. Daar ook een stoffende zetel. En een mooie prachtige tafel. En hinter in mijn spiegel. Dat er staat. Daar dan een zetel in het leder afgewerkt. En hier had een soort balkontje waaruit dan buiten kon staan om een sigaretje te roken of iets anders te doen. Kijk naar die deur, hoe prachtig afgewerkt. Echt mooi afgewerkt. En nu een keer de zolderruimte tonen. Ik kan niet beloven dat er hier veel te zien is. Maar ik zie al op het eerste zicht een stoel, een rieten stoel en een houten stoel. Met ook weer afgewerkt, met een leder interieur. En ziet, het zijn allemaal asbestplaten dan erop liggen. En hier staat er nog een soort bed, met ook een lavabo. Dat misschien ook wel gediend werd als slaapkamers. Ja, kijk, daar heb je ook een wc staan. Daar heb je dan nog een voetbadje staan. En hier zat de mazoutank of voor het water. En hier had je nog bepaalde slaapkamers. Er staat hier zelfs nog een oude wasmachine. Dat gebruikt werd. En hier hebben we dan ook nog een slaapkamer. Kijk, want hier stond er vroeger ook een bed. Dat daar stond. Kost hier dan ook slapen onder deze asbestplaten en een mooie
afwasbak. Je kan zien, echt prachtig. Hier hebben we dus een soort garage. Waar hadden nog gelijke spullen in staan. Hier hebben we een soort steen waar je messen kost op slepen. En gelijke allemaal potjes. En nog een gazenfles. En like hier ook soorten vaten. En daar een soort kruipkelder. Er hangt hier ook weer zo'n soort ding van tafellaken of zo. En hier heb je dan de garage met een poort dat open kost, waar het goud gestapeld werd en gekliefd werd. En nog gelijke zakken en nog stoelen en een kast met andere teen van materiaal in. Ik zelfs nog bepaalde asbestplaten aan die liggen, nog een kastje. Dus ik ben hier rond in deze mooie chalet dat hier verschuild staat in deze bossen. Zou zeggen, vind je mijn video goed, doe een duimpje omhoog. Wat kun je hier in de comments? Geef mij zeker een abonnee. En volg mij op YouTube en Instagram en Facebook. Ik zie je later.